Ik ben Peter Oosterhof, ik woon in Foxwolde en ik heb een biologische melkveehouderij. Wij proberen zoveel mogelijk te weiden, het liefst 200 dagen volledig per jaar. En daardoor maaien we ook heel weinig en hebben we dus heel veel gras wat door de koeien gegraasd moet worden. En ook veel minder met een trekker over de bodem rijden, dus dat je de bodem veel gezonder houdt. Ja, we proberen kruiden in te zaaien. We hebben natuurlijk wel de pinksterbloemen, de paardenbloemen en alles wat er van oorsprong voorkomt. Maar we zoeken ook wel kruiden die droge stof brengen, want anders dan hebben we te weinig melk in de tank. De klavers bloeien, sigorij, smalle weegbreien zijn te groeien, wilde peen doet het heel erg leuk. Een grazende koe eet die bloeien de kruiden niet op, maar zijn allemaal insecten. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het is die samenwerking van de natuur, die samenwerking van de gebieden. En die samenwerking hebben wij als het ware met het Drents Landschap ook. De samenwerking met Peter is ideaal. Peter is een biologische boer en we willen als het Drents Landschap meer met dit soort bedrijven samen gaan werken. We hebben zelf ook 3 biologische kringloopboerderijen in beheer. Dus ja, dit past precies binnen het Drents Landschap. Ja, goed. We hebben de visie dezelfde kant op, dus we gaan er gewoon voor. We hebben hier bloemrijke grashanden liggen en die pacht Peter van het Drents Landschap. En we hebben sinds kort hebben hier nog als proef een graanakker aangelegd. En ja, voor de biodiversiteit en het landschappelijk past het hier precies, kleinschalig. Ik wil vooral meer productie zien en het landschap, de natuur wil eigenlijk gewoon veel meer insecten zien. Insecten die zijn hier wel, je ziet mij dus ook steeds. Maar wat voor soort insecten zijn er, dat is wel eens van belang. En wat zit er nou meer als gewoon regulier graslanden? Nico Middema die doet dus dat onderzoek naar de insecten die er allemaal zijn. Volgens mij ben ik de enige boer met een ecologisch adviseur. Dus ja, dat is wel een hele mooie samenwerking. De natuur die heeft er baat bij. Kijk, en die perceelen van ons, die worden niet bemest. Je ziet het bloemrijk, Peter heeft hier kruidenmengsel ingezaaid. De koeien lopen buiten in het gras. We hebben minder dierartskosten, minder krachtvoerkosten en minder bewerkingskosten. Het is een gezonde bedrijfsvoering, gezonde koeien in gezond gras. En vervolgens heb je dus ook veel minder kosten per liter melk die je produceert. Dus je hebt ook een gezond bedrijfssysteem. Ik bedoel, wat je niet uitgeeft, dat hoef je ook niet te verdienen. De vogels vliegen hier rond, de insecten die hebben die kans om te overleven. Dus ja, dat is precies wat wij als Drents Landschap graag willen. Gewoon zorgen dat de basis goed is. Gras aan de koe, daar melk van maken. Helemaal mooi. Mest, urine gescheiden, geen ammoniakuitstoot, geen stikstofdeposities. Volgens mij is het toekomstbestendig als de mieter.